Er zijn al 2 dagen felle protesten rondom de Universiteit van Amsterdam. En er zijn wel wat mensen uit de moslimgemeenschap aanwezig, maar het is overwegend gekaapt door extreem linkse groeperingen als Antifa. Dat is te zien aan de mondkapjes en de regenboogvlaggen. Ook vandaag bouwden ze barricades en braken ze hele straten open door de tegels uit de grond te trekken. Verder waren er een aantal opstootjes en conflicten met de politie. Van der Plas is er helemaal klaar mee en wil dat de betogers worden opgepakt. Ook Wilders reageert fel op Twitter. Wanneer heeft de Nederlandse bevolking hiervoor gestemd? In welk verkiezingsprogramma stond dit? En waarom laten we ze Nederland kapot maken? Ik wil me zeker niet associëren met deze clubjes vol woke-activisten. Maar tegelijk ben ik ook zeer kritisch op de zionistische lobby, op het Amerikaans imperialisme en op de wapenlobby. En daarom is er maar 1 partij voor mij. Forum voor Democratie. Wat vinden jullie? Laat het me weten en like en deel deze video.